krijgt binnen de samenleving, daar kan ook de volgende persoon over meespreken. Dames en heren, uw applaus voor staatssecretaris van de Gelijke Kansen, Suhal Demi. Goedenavond. Ik ben natuurlijk Suhal Demi niet. En ze heeft ook geen boven van Spielbeek hier gedaan. Het is gewoon zo dat Suhal vandaag thuis is moeten blijven, omdat ze net mama is geworden en haar mama net gestorven is. En ik kom haar dus vervangen. Ja, nu daar zijn wij uiteraard heel erg blij om. Ik had voor Suhal enkele vragen, maar die ga ik nu ook aan u stellen. Waarom is Mr. Gay Belgium zo relevant vandaag ook voor jullie? Als politici? Wel, ik zit in het Vlaams parlement en Mr. Gay Belgium is relevant omdat, ja, gewoon vanuit mijn eigen perspectief misschien bekeken. Ik ben eigenlijk, zal ik zeggen, post Wil Ferdy en pre Mr. Gay Belgium uit de kast gekomen. En net voordat ik naar hier kwam, had ik een discussie met mijn 3 jaar oude dochter over of dat papa's nu met Barbies konden spelen of niet. En als ik gewoon kijk naar mijn eigen traject, over hoe dat ik ook zelf ooit schrik had om uit de kast te komen en dan vandaag hier kan staan en als Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Gelijke Kansen daar, zoals Demi, te mogen vervangen, dan weet je hoe belangrijk dat is dat er rolmodellen zijn. En daar werkt Mr. Gay Belgium heel erg goed aan mee, zowel hier in Vlaanderen als wat jullie hebben laten zien, internationaal. En dat is gewoon belangrijk om ervoor te zorgen dat we minder homo's hebben die worden gepest, in de week van de pesten heel relevant, dat de suïcidecijfers bij LGBTI naar beneden gaan en onze strijd is niet gestreden tot zolang dat onze geaardheid even banaal is als de kleur van ons haar. Dus ik denk, Mr. Gay Belgium is vandaag zeker nog heel relevant. Je haalde het net al aan, Roman Spielbeek. Wat leren we uit de reacties, denk je? Wel, wat ik daar vooral van uit opgestoken heb, is het feit dat Vlaanderen eigenlijk zei, hey, hallo, hè, als het maar een hele goede journaliste is, en de rest is eigenlijk, ja, voor Bo zelf en tussen Bo en haar familie. En ik vond dat eigenlijk heel hartverwarmend dat als je naar de onderstroom keek van wat er in Vlaanderen gebeurde vorige weken, dat je eigenlijk zag dat het wel goed zit. En natuurlijk zijn er reacties die we liever niet hadden gezien. Maar ik denk ook dat je af en toe moet focussen op wat er goed gaat. En als je kijkt dat we in hele korte tijd heel veel stappen hebben gezet op het vlak van homorechten en nu de volgende grens eigenlijk aan het doorbreken zijn met de transitie van Bo van Spielbeek, dan denk je dat dat alleen maar heel positief is. Ja. Een vraag die misschien ook wel iedereen heeft, wat zit er zo in de pijplijn voor op Vlaams en federaal niveau, wat mogen we verwachten de komende tijd? Wel, zo half mij verteld dat we eindelijk in de laatste rechte lijn zitten in het federale plan tegen discriminatie en geweld op LGBTI. Dus dat mogen we verwachten in de maand april. Dus dat is heel concreet. Dat komt er op ons af. Ja, je ziet ook dat Vlaams, heel concreet voor de 12 kandidaten hier, minister Lisbeth Holmans, hen ook allemaal zal ontvangen. En uiteraard zal Zoal ook in de jury zitten begin juni van Mr. Gay Belgium. Dus dat zijn een aantal dingen die de volgende maanden op dat vlak zeker ook zullen gebeuren. Dat is mooi. Bedankt alvast om hier toch Suhal te vervangen. Goed gedaan. En bedankt om het project te ondersteunen. Met heel veel plezier. Dankjewel.